Goed zo. Ja, dat is hem. Ja, hij is los. Oké. Okay. Ja, dames en heren, u zal wel denken. Goedenavond overigens, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Wijkbeens. Het leek me zo leuk om eens een keer een hondentraining mee te maken van Martin Gaus. Dat kennen we natuurlijk allemaal, Martin Gaus, heel bekend. Dus ik heb de hond meegenomen om hem af te laten richten door Martin Gaus. Hij heeft namelijk wat opleiding nodig. Dus hier is de hondenschool al van Martin Gaus. Kom, we gaan. Kom. Ja, kom. Mijn naam is Wijkbeens. Ik had een afspraak gemaakt voor de opleiding voor Kool. Ik heb Kool bij me. Zouden we daar... Wat moet dat worden? Het zit zo. Kan hij niet alleen zijn of zo? Ja, nee, hij is prima in orde. Het is een topper. Maar het is zo mijn broer. Ik heb een... Neem de rustig op, hoor. Ik heb mijn broer, die heeft sinds kort een leesbril. En dus dat holt achteruit, kan je wel nagaan. Nou had ik gedacht, nou is hij over 2 maanden jarig om hem voor zijn verjaardag alvast een blinde geleidehond te geven. Je weet wel, vroeg moet bij zijn. Moet dat een blinde geleidehond worden? Ja. Nou, het is een kampioen. Ze staan niet bekend als de meest pientere honden, hè, dit. Pardon? Ze zijn niet echt heel verstandig. Nou, dat dacht ik toch. Dan heb ik toch weinig verstand van honden als ik het even mag zeggen. Als ik zie wat er met hem thuis allemaal gebeurt. Ik zal even vertellen, meneer Gaus. U houdt van hem. Wij gaan dat is eten. Het probleem een Wij beetje. Wij gaan eten. Ik zeg eten, hij is er al. Een stukje wordt, hij pakt het aan. Hij eet uit mijn hand. Maar ik ben bang dat die hond een soort rampenplan wordt. Ik denk dat u dat een beetje fout inschat. Hij heeft het wel. Meneer, ik heb hem al 3 jaar, ik weet precies. Ik kan lezen en schrijven met hem. Nou, hij dan niet, maar ik wel. Zal ik een poging doen? Daar komen we eigenlijk voor, hè. Zo, ja. We hebben hem. Het is wel een schattig plan. Hij is al in orde, dacht ik. Ten even voor alle zekerheid. Later krijgt hij zo'n slipkettingtje erbij om. Een slipketting? Ja, zo'n slipkettingtje, dat is belangrijk als je dat zo om zijn nek heen hebt zitten. Ja. En op het moment als hij dus iets niet doet, niet goed luistert, moet je een rukje geven. Dat is een rukje dus. Als je bijvoorbeeld... Doet dat niet zeer? Nee, je geeft gewoon een flinke ruk, net zoals nu. Ik denk gewoon zo... Het is niet erg goed materiaal, neem het niet erg kwalijk. Normaal moet je een goed kettingtje hebben. Nou ja, goed, hou maar even zo om. Neem het niet kwalijk. Ja, sorry, ik... Je geeft normaal een rukje zo eraan en dan is het klaar. Het deed wel zeer. Ik had het laatst in de ijskast ook. Dat ik ook verwachtte dat het lichtje ging niet uit. Ja. Iedereen zei het lichtje gaat uit, het lichtje ging niet uit. In ieder geval moet je het zo bij die hond ook doen. Je geeft dus gewoon een rukje aan zijn nek. Maar hij draagt geen slondhuis. Nee, maar dan voelt hij het ook. Ik heb het gevoel dat het niet goed materiaal is. Kijk even hoe dat zit, want dan begrijp je waarom. Je oren zijn ook erg lang, hoor. Dus deze hond moet wel met zijn kop omhoog moet hij lopen. Maar je kan ze bij elkaar ergens. Ja. Houdt uw broer erg veel van deze hond? Ja, mijn broer is... Hij weet niet dat hij hem krijgt natuurlijk. Het is voor mijn broer een verrassing. Oh, die... Begrijp je wel? Dus u heeft hem dus het is de bedoeling dat we mijn broer op een gegeven moment doen we het licht uit. We stoppen die hond in zijn hand. En dan zeggen we een loop. En dan weet die hond dat ik nergens daar loop. Weet hij nog niet natuurlijk dat hij door Jos wordt voorgetrokken. Ja. Kijk, maar deze hond heeft hele lange oren. Ja, dat is het model. Hij moet namelijk met zijn kop omhoog lopen. Zeg u? Hij moet met zijn kop omhoog, hij moet om zich heen kijken. Maar hij is zelf ook gewend om als blinder te kijken. Ja. Ik heb namelijk met hem geoefend. Een soort voetzoek. Kijk, ik heb met hem geoefend, kan je zien, dat hij zelf niks zag. Ziet u wel? Dat hij zelf niks zag. En daar heb ik dus, toen kwam ik op het idee, ik denk, eigenlijk is het een perfecte blinde geleidehond, omdat hij gewend is om niks te zien. En dit is ook wel heel erg leuk. Wat is grappig? Zo'n hond, die zoekt neuscontact. Honden zoeken neuscontact. Likt hij in je gezicht makkelijk? Dus zo dat hij kijkt en dat hij dan labbers geeft. Nou, we zijn intiem met elkaar, maar... Lukt dat? Kijk, hij moet wel neuscontact met je zoeken. Tuurlijk. Want dat is belangrijk. Dus Tuurlijk. Je moet af en toe door je knieën heen en dan je af laten labberen. Dit is ook een heel bekend... Als hij op zijn rug gaat liggen, dan betekent dat hij zich overgeeft. Dus dat zijn maar signalen die mijn buurvrouw vaak geeft. Ik zie het niet in de tuin. Nooit begrepen dat ze zich overgaf. Ja. Even een klein rukje, dat hij een beetje... Ja, hij moet natuurlijk... beetje. En dan, kijk, normaal... Hij moet wennen aan zijn nieuwe thuis, natuurlijk. Ja, en hij moet ook het hek aanwijzen. Dan is het zoek, hek. Met je pootje. Hek. Ja, hij moet er naartoe en dan blijft hij normaal. Blijft hij... Kom op, intelligentie. Ik kan hem ook douwen. Ja, dat moeten ze eigenlijk niet, hè? Want dan geef jij leiding. Oh, natuurlijk, ja. Nou, pas op, je hebt stoepetjes. Normaal moet hij dan stoppen. Maar hij zag hem. Zag hij hem? Pas op dat je je nek niet breekt. Hij zag hem zelf, het stoepetje.
Nou, een trap is heel lastig. Ik heb het idee dat ik een beetje bij Albert Heijn loop. Ja, ja, het is wel een heel... Zo moet het dus niet, hè? Maar moet mijn broer zo lopen? Nee, Mielig. Laat hem links lopen. Wie? Probeer. Oh, de hond. Links lopen. Ik weet niet of hij dat wil. Kom, ga vast. Ja. Zo, links lopen. Links lopen. Zo. Die hand daar. Deze hand hier. Godverdomme, ja. Heel onhandig dingen. Zo. Ik speel mijn broer natuurlijk. Ja, wacht even. Ik ben zelf heel slim, maar ik speel mijn broer. Blijf zo, moet je een huk geven. Links. Ja. Die hand daar houden. Ja, zo. En nu omhoog. Ja. Ga een beetje in die kant lopen. Die hond staat in de weg. Ja, goed. Nou, zonder. Je moet oppassen. Dus. Hem met het rechtop lopen. Ja. Rechtop lopen. Rechtop lopen. Nu geeft hij aan dat er een stoepetje is. Dat is hoe knap. Doet hij dat? Nou, hij stopt een beetje. Oh, hij stopt. Omhoog. Hij stuurt weer aan dat er een stoepetje is. Ik wacht. Omhoog. Ik kan u, want dan is het beter als ik mijn broer... dat ik het idee krijg dat mijn broer het ook doet. Ik had een... Kijk, je kan het beste een beetje als blinde lopen, hè? Ja, dan voel je het een beetje aan. Kijk, ik heb hier, dat heb ik thuis al geprepareerd, dat ik een beetje het idee krijg van mijn broer. Kan je dan de indruk opzetten dat het niet helemaal goed gaat zo? Oké. Okay. Nou, kom op, omhoog. Stoep, stoep dus nu. Stoep? Hè? Ja. Komt-ie. Maar dat, komt-ie. Moet hij, dat moet hij weten. Hij staat stil, dat betekent een stoep. Ah. Been omhoog. Wie? Been, jouw been. Hup, ja, loop. Hij stopt weer een beetje, been omhoog. Wie, ik weer? Juist, goed zo. Hij gaat hem al. Hij stopt weer. Maar u bent er nou bij, hij moet het ook zonder u kunnen. Oké, dat gaan we doen. Hij gaat vooruit. Die hou vast. Ja, wat heb die ik? Die hand weg. Waar? Die hand hier. Ja. God, mijn god. Ik heb hem. Je moet een beugeltje vasthouden. Beugel. Dit. Hier. Ja, ik ben serieus met zo'n mens om kan gaan. Het is de eerste keer dat ik met een visitekaartje voor mijn ogen loop. Ik heb een soort wanhopig gevoel. Hij staat dus nu verkeerd om. Ja. Hij gaat dus nu naar beneden. Ongelooflijk. Dat hij dat zelf is hij zelf gedraaid. Ja. Dat is ongelooflijk. Nou, nog één keer, meneer Wijdbeens. Dit handje hier. Ik zei u al, dat dit een handje hier. Ja, ik heb hem. Zo, gaat u maar omhoog. Ja. Ja. Zeg maar vooruit. 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 Hop. Hallo. Vooruit. Vier. Vooruit. Gas geven. Vooruit. Gaat goed zo. Hij gaat. Stoepetje. Ik merk er heel leidig van. Stoepetje. Goed zo. Hij gaat heel goed. Nu naar beneden, dat is het leukst. Hier, daar houden. Hij daar houden. Goed zo. Ik ga maar die boom vast voor de zekerheid. Nee, wacht even. Los dit. Los. Los. Dit. Zo. De rechterhand. Zo bent u braaf. Goed zo. Zo bent u braaf. U moet het zeggen. U hebt het wel onder controle. Nee, u bent braaf. U bent braaf. Nou, ze maken u niet gek. Dat hoor ik al. Goed zo. Goed zo. Nu naar beneden. Vooraan. Vooraan. Go. Vooraan. Go. Goed zo. Go. Dat gaat goed. Go. Vooraan. Ja. Is uw broer ook zo handig? Dat mijn broer dat. Vooraan. Ik denk niet dat mijn broer dit redt hoor. Goed zo. Nog één. Juist. U bent parterre. Nu doorlopen. Doorlopen. Hij snuffelt. Hij doet het. Ongelooflijk. Hij let wel goed op. Maar van mijn broer naar Albert Heijn is 5 minuten lopen. Recht. Zeg links. 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 Juist. Links doet hij het. Nog een keer. Links houden die hond. Ja. Okay. Die hand los. Zo bent u klaar. Ik ben heel nerveus van een beetje, maar kijk. Die hondse staart staat niet vrolijk op het ogenblik. Niet vrolijk? Nee. Mijn staart staat ook niet vrolijk. Dus dat past er maar goed bij elkaar. Goed. Linkerhand aan het beugeltje. Hebben. Recht. U hier. Wat een ramp op die hier. Haal nou gewoon die drie. Nu doorlopen. Ja, dankjewel. Loop door. Kijk, zo gaat het. Nou, dit is ideaal voor mijn broer. Normaal moet hij dus leiding hebben. Gaat goed, hè? Zeker. Goed. Ik ga het met mijn broer ook proberen. Hè? We hebben nog één erge obstakel, dat is een bruggetje namelijk. Oh, dat komt goed. Albert Heijn en mijn broer zit ook een bruggetje. Voetje, ik moet je toch eerlijk zeggen. Hij gaat nu het bos in. Wie? Die hond. Terug. Dit is hopeloos. In de retour. Dit komt nooit goed.